jullie stilte en aandacht. Voor toneelgroep Nieuw Leven. Dank u wel.
jongens en meisjes, graag even alle aandacht voor onze prinses Lindsay. Hallo beste carnavalsvrienden. Wij hebben een hartstikke leuk carnaval achter de rug. Samen gaan wij de carnavalsdagen even samenvatten. Op vrijdag mochten wij in het schoolcarnaval boven op de wagen een rondje door Nederland rijden. Voor de sleuteloverdracht gingen we met de raad van 11 naar het gemeentehuis. Met z'n drieën hebben we de proclamatie voorgelezen. Daarin mochten Laurine en Kelly, wethouder Wissings, zelf een kus geven. Ina, de burgemeester, heeft een foto van zichzelf als nabbetje aangeboden gekregen. Na deze gezellige belevenis moesten we naar zaal Hendricks in Loon. Daar wordt nog lang gefeest met de raad van 11 en de andere prinsen van Montferland. Plotseling, toen alles afgelopen was, mocht ik het startschot van de 11 Statenkorps schieten. Ik heb daar met alle vrijwilligers van het jeugdwerk ontbeten. Toen alle sportieve skiers er waren, mocht ik knallen. Ik kreeg alleen de trekhaking over, dus mocht Prins Tony maar knallen. Ik heb ontzettend leuke carnavalstijd gehad met prinses Lindsay, Archidal, Lorine en de Raad van Elf. Een van deze vele leuke momenten waren de optochten. De optocht naar Nieuwdijk was een om nooit meer te vergeten. We zijn met de hele klas de dag begonnen bij prinses Lindsay. Samen hebben we daar ontbeten en lopen naar juffrouw Top. Daar zijn we vertrokken met vele mooie wagens en de loopgroep uit Nieuwdijk. Daar mogen we... Na afloop van deze optochten hebben we met deze hele groep lekker patatje gegeten bij de Dixiaren. Dat was een leuke afsluiting van deze dag. Ik wil iedereen bedanken voor deze onvergetelijke carnavalsjaar en ik wens de volgende groep net zoveel plezier zoals wij dat ook hebben gehad. Maandagmiddag vierde we carnaval zonder onze steek. We liepen mee met de rest van groep 8 in Beek. S'avonds met z'n allen naar het feest bij Dixiaren in de zaal. Dinsdag kindercarnaval mochten we de prijsuitreiking doen met veel gebouw. De grote prins had ons nog een belofte gedaan. We mochten naar de halfvaste optocht in Arlo gaan. Samen met prins Tony bovenop de knalwagen mochten we snoep gooien naar het lager. Lindsay, ik vond het echt super fijn dat ik jouw adjudant mocht zijn. Jij was een geweldige prinses en ik wens jou ook hoger dan ook veel succes. Bij dit afscheid geven we de tranen meer, maar samen genieten we nog één keer. Mijn adjudante, raad van 11 en groep 8 en de carnavalsvereniging de Elfjes. Hartstikke bedankt. Wij hebben samen een hartstikke leuk en onvergetelijk carnaval gehad. Wij wensen de nieuwe prins of prinses, adjudanten en natuurlijk de Raad van Elf heel veel plezier met dit te gekke carnaval. Nu even geen voetbal, maar als prinses vier ik samen met mijn adjudanten carnaval.